Goedenavond. Het zuiden van Griekenland is vandaag getroffen door een aardbeving. Zeker 3 mensen kwamen om toen een flatgebouw instortte in de stad Kalamata. En 200 werden gewond, van wie 15 ernstig. Nadere berichten ontbreken nog. De aardbeving had een kracht van 6,2 op de schaal van Richter. Ze werd in heel Zuid-Griekenland en zelfs tot in Athene gevoeld. De Poolse regering heeft vandaag alle gevangen leiders van het verboden vakverbond Solidariteit vrijgelaten. De westerse pers had grote belangstelling voor de vrijlating en belegerde de gevangenis in Warschau. Ook waren er enkele tientallen Polen op de been. Onder hen een aantal prominente dissidenten, zoals de schrijver Jacek Kuron. De belangrijkste aanvoerder van Solidariteit na Lech Walesa was gisteren al vrijgelaten. Het was Zbigniew Buziak, die 5 jaar geleden, toen Solidariteit werd verboden, ondergronds ging. In mei dit jaar werd hij gepakt. Hij heeft dus 15 weken gezeten. Ja siedziałem i sam siebie nastawiałem na to, że będę siedział długo. Więc myśl, że mogę wyjść, raczej od siebie odpędzałem. Po to, żeby 15 nie przeżyć szoku. To, że żaden działacz nie zostaje w więzieniu, stwarza sytuację dosyć podobną do sytuacji tego późnego Edwarda, kiedy to pierwszy sekretarz miał ambicje mieć kraj bez więźniów politycznych. I to jest ważne. Z tym, że jeżeli temu nie towarzyszy żaden krok zmierzający do, że tak powiem, pozwolenia na jawnie działającą opozycję w kraju, to boję się, że jest to... Jeżeli mi każą zejść i ukryć się, muszę to zrobić. Jeżeli mi przydzielą jakąś funkcję działacza działającego jawnie, obejmę ją. Maandag wil de Poolse regering nog een aantal tegenstanders van het bewind vrijlaten. En dan zullen alle 225 politieke gevangenen van Polen op vrije voeten zijn. Dan een... De Nederlands tijdelijk zaakgelastigde in Chili kan zelf gaan kijken of het klopt dat 4 Chileense studenten zijn gemarteld. Hij heeft toestemming gekregen de 4 studenten die deze week uit diplomatieke auto's werden gesleurd te bezoeken. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat de diplomaat pas na het weekeinde in de gevangenis op bezoek. Eerder al mochten de ouders de jongens bezoeken en die vertelden dat de studenten bepaalde sporen van mishandeling vertoonden. Een voetbalbericht. Vanavond zijn enkele wedstrijden gespeeld in de eerste divisie. De uitslagen: MVV Vitesse 4-1, Willem II Wageningen 3-0 en Helmond Sport De Graafschap 2-2. En dan het nieuwsoverzicht nu. Een onderzoek van de Economische Controledienst heeft uitgewezen dat de particuliere patiënt niet 3, maar 2 keer per jaar naar de huisarts gaat. Op basis van dit zogenoemde verrichtingencijfer worden de particuliere tarieven vastgesteld. En die factor blijkt dus te laag te liggen in de berekening van de overheid. Voorzitter De Recht van de Landelijke Huisartsenvereniging. De realiteit is dat dat verrichtingencijfer nu eenmaal dient als een van de belangrijke factoren in de berekeningsmethodiek die de overheid hanteert om het particuliere tarief vast te stellen. Nu is aangetoond dat deze factor wel ernstig buiten de realiteit stond. Het was voor de 2e achtereenvolgende nacht onrustig in de Britse havenstad Bristol. Tegenover elkaar stonden jongeren en politie. Aanleiding van de rellen was de sluiting van 12 illegale cafés. Daar werden volgens de politie drugs gebruikt en ook zwaar gegokt. Meer dan 80 mensen zijn gearresteerd, 16 raakten gewond. In Almelo ontplofte vanochtend een pas gerenoveerde woning. De politie denkt aan opzet, want eerder vannacht was ingebroken in een schuurtje naast het huis waar ontvlambare spullen stonden. De eigenaar van het huis was niet thuis. De politie heeft hem ook nog niet kunnen vinden. Wel is bekend dat de man onlangs nog werd bedreigd bij een burenruzie. In Loenen herdacht de Oorlogsgravenstichting haar 40-jarig bestaan. Duizenden oorlogsgraven en erevelden over de hele wereld houdt de stichting in stand. Ook wordt een 42-delige serie herdenkingsboeken uitgegeven met de namen van landgenoten die geen graf kregen. En dan het weer tot slot. Morgen is er veel bewolking en er zijn perioden met regen. De temperatuur 's middags is ongeveer 16 graden. Dit was het laatste journaal van vandaag.
voor nu of voor straks. Welterusten.